Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Hier en daar wat wolkenvelden over Nederland, maar het stelt allemaal weinig voor. De zon zal best van tijd tot tijd flink kunnen schijnen. Het is ook op de meeste plaatsen droog en vanochtend is het koud. Uiteindelijk aan de loop van de ochtend zo'n plus 1 in het westen en min 2 in het oosten. En vanmiddag komen we eigenlijk overal net iets boven nul. Plus 1 in het oosten van het land, plus 4 in het westen. De meeste zon in het binnenland kan echt uitbundig schijnen. In het westen en noorden komen soms wat wolkenvelden voor en de wind stelt nog niet veel voor. Vanavond ook nog steeds opklaring en een temperatuur die vrij vlot weer onder het vriespunt daalt op de meeste plaatsen in ons land. En vannacht vriest het licht plaatselijk nog matig. Dan morgen een dag met van het westen uit sneeuwval. Er kan 1 tot 3 centimeter vallen, meeste in het westen en zuidwesten van het land. Voor de neerslag uit in het oosten misschien nog wat zon verder, een bewolkte dag en plus 1 of plus 2 op de thermometers. Zaterdag is dan weer meest droog. Zondag kan er weer wat winterse neerslag vallen. Eerst in de vorm van een storing, later een enkele bui. En ook maandag is het niet helemaal droog. Temperaturen overdag liggen wel duidelijker boven het vriespunt op plus 5 of plus 6. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.